Denkend aan Sassenheim zie ik bollevelden tot aan de horizon. Alsof de tulpen en narcissen altijd in bloei staan. Alsof het altijd zo geweest is en altijd zo zal zijn. Helaas, het is niet meer dan een herinnering. Er zijn nauwelijks bollevelden meer en het is ook niet altijd zo geweest. Voor de opkomst van de bollenteelt is Sassenheim eeuwenlang een klein boerendorpje geweest. Men leefde van veeteelt en landbouw en verbouwde voor zichzelf groenten, kruiden en fruit. De bloeitijd van de bollenteelt heeft een belangrijk stempel op het dorp gedrukt. Maar de historie gaat veel verder terug. Laten we eens kijken hoe alle veranderingen in de loop der tijd bijgedragen hebben aan het eigen karakter van Sassenheim. Als we vandaag de dag door het dorp wandelen, springen al direct een paar markante bouwsels in het oog. Allereerst kunnen we niet om de ruïne van Teilingen heen. Het is waar, het slot ligt net over de grens met Voorhout, maar hoort toch echt een beetje bij ons. Slot Teilingen moet gebouwd zijn in het begin van de 13e eeuw. De waterburcht heeft een donjon en een ringmuur van 37 meter doorsnee. Na het geslacht van Teilingen kwam het slot aan de graven van Holland en is het bewoond door vele aanzienlijke houtvesters, waaronder Jacoba van Beieren. Het slot is diverse keren verwoest en herbouwd en weer verbrand tot het bleef wat het nu is, een goed onderhouden ruïne. Het zuidelijk aanzicht van het dorp wordt gedomineerd door de indrukwekkende Sint-Pancratiuskerk. Deze Rooms-Katholieke kerk werd in 1870 gebouwd, tussen 1913 en 1929 in gedeelte afgebroken en weer opnieuw opgebouwd, maar nu groter, tot de kerk zoals we die nu kennen. Toch was oorspronkelijk dit de Sint-Pancratiuskerk. Deze Romaanse dorpskerk is een rijksmonument. Een van de oudste kerkgebouwen van ons land en bijna 950 jaar oud. In de tijd van de hervorming werd het een protestantse kerk. Nu is het de Nederlands Hervormde Kerk. Naar dit monument moeten we even zoeken. Het ligt midden tussen de huizen in de Postwijk. De molen van Speelman was ooit de grootste achtkante stelling korenmolen tussen het IJ en de Maas. De bovenbouw is helaas afgebroken, maar wie weet wordt de molen ooit weer in zijn volle glorie gerestaureerd. Je zou het niet zeggen, maar ook dit is Sassenheim. Dit verstilde plekje ligt een beetje verscholen aan de rand van de weilanden achter het oude zwembad. Het hoort bij het Huis ter Leden met boerderij, stalgebouw en oranjerie. Zo rond 1660 liet Nicolaas Dragon, een koopman uit Amsterdam, het huis bouwen op de fundamenten van een middeleeuwse ridderhofstede. Ooit was dit de adellijke woning van baron van Pallandt, een invloedrijk man. In 1861 is het helemaal afgebrand en daarna in chaletstijl herbouwd. Oh ja, de baron van Heemstra heeft er ook gewoond. Nu weet u ook waar die straatnamen vandaan komen en de naam van voetbalclub Ter Leden, die oorspronkelijk speelde op het grasveld bij het landhuis. Het oude koningshuis is ook behoorlijk oud. Het stamt uit 1628, maar staat op fundamenten van veel vroeger datum. Oorspronkelijk heette het de Hofstede, genaamd het Huis ter Nieuwburg. Onder ons gezegd, waar de naam Koningshuis vandaan komt, weet niemand. Koningen hebben er nooit gewoond. Het is wel in bezit geweest van stadhouder koning Willem III, maar gewoond heeft hij er niet. De meeste Sassemers kennen het nog wel als restaurant. Tegenwoordig is het een privéwoning.
Ingrijpend gerestaureerd, dat wel, maar jammer genoeg niet meer toegankelijk. Met de opkomst van de bloembollenteelt rond 1860 kwam Sassenheim tot grotere bloei. Er werd veel geld verdiend en dat wilden de bloembollenbazen laten zien ook. Ze lieten indrukwekkende villa's bouwen met namen als Hestia, Sunbeam, Twins Home, Zonnehof, Nancy en Panama. De werknemers werden daar niet veel wijzer van. Ze bleven arm en woonden vaak met meerdere gezinnen in een klein huisje. In 1920 werd een begin gemaakt met sociale woningbouw aan de Zandsloot, het Rode Dorp. Pas tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd er serieus werk gemaakt van de woningbouw. De woningnood was hoog en de Sassemers waren maar wat blij met hun lichte nieuwbouwwoningen. In de jaren 70 en daarna slokte de woningbouw steeds meer bollengrond op. De Kooiwijk werd gebouwd en de Vogelwijk. De Zandsloot doorsnijdt het dorp van de Kagerplassen tot in Voorhout. Op het hier nog onbebouwde land links verrees in de jaren 80 de Postwijk. Daarna werd het woekeren met de ruimte. Uitbreiding was eigenlijk niet meer mogelijk. Inbreiding op opengevallen plekken was het enige dat erop zat. De voetbalvelden van Terlede en Teilingen verhuisden naar de Rode Molenpolder en het Mennenpark werd ontwikkeld. Kleine stukjes onbebouwde grond, zoals Plan Wildrijk, worden schaars. Wat nieuwbouw betreft heeft Sassenheim zijn grenzen nagenoeg bereikt. Bij de renovatie van de Oranjebuurt is vooral aandacht voor sociale woningbouw. Het omvangrijke centrumplan nadert zijn voltooiing. Met behalve winkels ook veel nieuwe appartementen. Dit appartementencomplex, Residence Monte Carlo, is gebouwd in de voormalige bollenschuur van Papendrecht en Van der Voet. Bij de bouw in 1930 was dit een echt bollenpaleis in Art Deco-stijl. Het is een rijksmonument. De bollenschuur. Een veel voorkomende manier van bouwen, waarbij de manden met bollen via de trap naar boven werden gesjouwd. Dit is zo'n bollenschuur uit 1925. Het is het bollenbedrijf van J.A. van der Voort en Co., later Fred de Meulde. Nu is het een kistenfabriek en het kantoor is in feite de oudste bollenschuur van Sassenheim uit 1890. De Oosthaven speelde lange tijd een belangrijke rol bij het transport van onder andere bloembollen. Nu zijn er plannen om de waterrecreatie verder te ontwikkelen. En de vroegere rederij houdt zich nu, 100 jaar later, vooral bezig met vervoer over de weg. Het beeld met de uitgestrekte bollenvelden bleef in de 20e eeuw nog zo'n 60 jaar lang onveranderd. Ooit waren de bloembollenhandelaren heren van aanzien en de gewone man nam voor hen de pet af. Het zijn ook nu nog bekende namen: Varnaar, Van Zonneveld, Filippo, Verdegaal, Rotteveel, Baartman, Koning, De Vromen. Er zijn zelfs straten naar vernoemd. Nieuwe soorten narcissen, tulpen en hyacinten werden tentoongesteld in het gebouw Bloemlust aan de Noordelijke Hoofdstraat. Vanwege de speculatiezucht kreeg het de bijnaam Monte Carlo. Hier is er zelfs hoog bezoek. Minister Jonkheer Ruijs de Berenbroek, samen met burgemeester J.P. Gouverneur en ook wethouder Willem Warnaar is erbij. Het was dezelfde burgemeester-gouverneur die vond dat de bloembollencultuur voor de toekomst van het dorp te eenzijdig was.
Door zijn bemoeienis kwam de verffabriek Sikkens in 1939 naar Sassenheim. Dit bedrijf, nu AkzoNobel, zorgt al lange tijd voor veel werkgelegenheid. Steeds meer bedrijven vestigen zich in het dorp op de diverse industrieterreinen, zoals de Industriekade en aan de Wasbekerlaan. Later ontstond bedrijventerrein Jachtlust en meer recent bedrijventerrein Sassenheim-Zuid. Wie Sassenheim vanuit het zuiden binnenreed, zag meteen de koffietent De Uiver. Genoemd naar het vliegtuig dat de vlucht naar Melbourne volbracht. Nu we het toch over de horeca hebben, vooral het Bruine Paard was een begrip. Het Bruine Paard was een oeroude herberg en uitspanning met een fraaie serre. In vroege tijden een uitgelezen plek voor de gemeenteraad om te vergaderen. Vandaag de dag is de horeca geconcentreerd rondom het plein dat de Oude Haven heet. Oorspronkelijk was het ook al een pleintje. Later werd er een kolk uitgegraven en in 1925 werd het weer gedempt. Bij de ingebruikneming van de waterleiding in dat jaar schonk het waterleidingbedrijf een heuse fontein. Maar de vooruitgang eist parkeerplaatsen voor steeds weer nieuwe winkels. Niettemin is het op zomerse dagen goed toeven op de terrasjes. Op de hoek van de Hoofdstraat en de Teilingerlaan staat een alleraardigst pand uit 1905 met een torentje. Er heeft een sigarenwinkel in gezeten, dat is nog goed te zien. Op de Oude Haven staat ook het beeld van de aspotter. Vlak bij de vaartkade waar de asschuur stond. Het herinnert aan de tijd van de zeepziederijen in Leiden, waarbij in Sassenheim het beroep van asophaler ontstond. Naar dat beroep heten de Sassemers nog steeds aspotters of asbakken. Bij de recente bouw van nieuwe winkels en appartementen is zoveel mogelijk gedaan om het rustieke en gezellige karakter van het pleintje te behouden. Honderd jaar geleden had de Dorpstraat prachtige bomen aan weerszijden. Er reden paardenwagens, handkarren en er waren kleine bedrijfjes en winkels. Het was een intieme en knusse doorgaande weg. Ook de tram reed door de soms smalle straat. Vanaf 1881 een stoomtram, na 1932 een elektrische. Tegenover de ingang van het park ligt het postkantoor. Het prachtige pand is gebouwd in 1902. Ook al zal de functie van het gebouw mogelijk veranderen, het blijft een sieraad voor het dorp. In elk geval heeft de Hoofdstraat niets van zijn charme verloren. Het is nog steeds een gezellige winkelstraat. En op het kerkplein zorgt de markt elke week voor extra sfeer. Alles verandert, dus ook het karakter van winkels en consumenten. Na de oorlog waren er in het dorp 12 kruideniers,